Ja, goeiedag lieve kinderen. Vandaag is dan de laatste uitzending van het programma Colorkind. Je weet wel, elke woensdag, voor 2 jaar lang, zonden wij elke woensdag het programma Colorkind uit. En dan lieten we kinderen, lieten we daar een programma maken. Dan mochten ze een idee verzinnen. En ik ging dan met ze achter de tafel zitten. En samen, dan deed ik de camera en de montage. En samen brachten we dan wekelijks een leuk programma. En heel veel kinderen hebben eraan meegewerkt aan dit programma. Maar dit is dan de laatste keer. Want we mogen geen zendtijd meer hebben van de Algemene Programmaraad. En de Algemene Programmaraad is een raad die beslist welke mensen er op de televisie mogen komen. En ja, ze vonden ons niet goed genoeg, dat hebben ze gezegd. En we hebben niet voldaan aan de voorwaarden waarvan zij vonden dat we aan moesten voldaan. Dus zij beslissen wat je moet doen en hoe je het moet doen en wanneer je het moet doen. En nou ja, we hebben ons best gedaan. We hebben echt ons uiterste best gedaan. We hebben heel hard gewerkt, heel veel nachten doorgewerkt. Heel veel zendtijd hebben we gevuld. Elke dag moesten we 3 uur op de tv brengen. Nou, dat is natuurlijk niet niks, dat begrijpen jullie. Maar goed. Soms mag het niet in het leven. Of soms gunnen ze je het niet in het leven. Dat kan ook nog wel eens. En ik ga jullie vandaag een mooi verhaal vertellen als afsluiting voor alle programma's die we gemaakt hebben. Het is een sprookje en het gaat over de witte slang. Heel lang geleden, nou wel duizenden jaren geleden, was er eens een koning. En die koning die was bekend over de hele wereld. En waarom was hij nou zo bekend? Omdat hij een wijs man was. Jullie weten, kinderen, wijsheid is iets heel bijzonders, want dat hebben niet veel mensen. Er zijn maar heel weinig mensen wijs. En dat moet je ook graag willen worden in je leven, wijs. En dan moet je ook heel hard gaan werken. En dan moet je eerlijk zijn en rechtschapen zijn. En je mag niet liegen en bedriegen. En je mag niet stelen. Al die dingen mag je niet doen. Wil je echte wijsheid krijgen. Nou, deze koning was een wijze man. Een wijze koning. En deze koning, elke dag ging hij met zijn gezin aan tafel. En dan at hij met zijn kinderen. En dan dankte hij voor het voedsel. En als iedereen dan klaar was met eten, dan riep hij zijn lakei en dan zei hij, kom, je moet afruimen. En dan vervolgens, als iedereen dan weg was, moest de lakei met een grote schaal komen en op die schaal zat een deksel. Niemand wist wat daarin zat. Ik zal even mijn microfoon goed doen. Niemand wist wat daarin zat. Alleen de koning. Dus de lakei deed dat en niemand wist ook en niemand kreeg dat ook ooit te zien. Want als iedereen dan weg was en de lakei was weg, dan deed de koning de deur dicht. En dan wist hij alleen wat er op die schaal lag. Maar als je dat natuurlijk jaar in en jaar uit doet, dan op een zeker moment word je een nieuwsgierig mens. En we zijn allemaal nieuwsgierige mensen, dus we willen altijd weten wat we eigenlijk niet mogen weten. Nou, zo ook met de lakei. Op een dag was het hem te veel geworden, al die nieuwsgierigheid. Dus in plaats van de schaal naar de koning te brengen, heeft hij hem meegenomen naar zijn eigen kamer. En daar heeft hij de deur op slot gedaan. En vervolgens heeft hij de deksel van die schaal afgelicht. En wat vond hij daar nou op die schaal? Hij vond daar een witte slang. Nou wist hij dat de koning dat altijd at. Want als hij de schaal dan weer op kwam halen, dan was die leeg. He? Dus ja, hij moest natuurlijk een klein stukje van die slang proeven. Dus heel voorzichtig snijdt hij een klein stukje eraf, stopt het in zijn mond. En voordat de slang zijn mond of zijn tong heeft geraakt, hoort hij ineens een hele hoop gefluister. Pss, 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 pss. Hij denkt, wat is dat? Hij loopt naar het raam en wat hoort hij nu? Hij hoort de mussen met elkaar praten. Een gesprek voeren over wat ze die dag hadden gedaan en hoe het was en wie ze ontmoet hadden. En hij begreep dat hij de gave van de slang had gekregen.
En de gave van de slang was dat hij met andere dieren kon praten en dat hij kon horen wat ze zeiden. Nou, dat was natuurlijk een hele bijzondere gave. Maar nou was het ook zo dat diezelfde dag was de koningin haar ring, haar gouden ring, was weg. En ze dachten natuurlijk allemaal, die is gestolen. En de lakei, die door het hele paleis mocht lopen en sleutels had van allerlei deuren, werd natuurlijk verdacht. Dus de koning riep de lakei bij hem, zeg, even hier komen jij. Jij weet vast wie de schuldige is. Hij wilde hem natuurlijk niet gelijk beschuldigen, maar hij zei wel, ik denk dat jij weet wie de schuldige is in deze. En morgenochtend wil ik weten wie de schuldige is. En de lakei begon te huilen. Zei, maar ik heb het niet gedaan en ik ben niet schuldig. Hij had wel iets anders gedaan, maar niet dat. Maar de koning wilde er niet van weten. Hij zei, echt, jij gaat mij vertellen wie de schuldige is. Nou, de lakei helemaal in zak en as. Dat begrijpen jullie natuurlijk ook. Helemaal over zijn toeren was hij. Hij gaat bij die prachtige vijver zitten in de tuin. Bij het paleis. En hij zit daar te mijmeren en bedenkt. Ja, hij weet niet wie het gedaan heeft. Hij is onschuldig. En dan plotseling hoort hij een aantal eenden met elkaar praten. Die vertellen elkaar wat ze allemaal voor lekkere hapjes hebben gekregen die dag. En hoe een heerlijke dag het is en de zon schijnt en het water is verrukkelijk. En plotseling hoort hij een van die eenden zeggen. Die zegt van nou mijn dag is niet zo goed. Ik heb iets onverteerbaars op mijn maag. Oh, dat zo, zeiden die ene. Ja, ik loop bij dat paleis en ik zie een lekker stukje brood liggen bij het raam. En plotseling, omdat ik zo schrokkerig ben natuurlijk en altijd alles wil eten, plotseling merk ik dat ik de ring van de koningin heb ingeslikt. Op het moment dat de lakei dat hoort, springt hij de lucht in, begint te dansen en te schreeuwen en pakt de een bij zijn veren. En brengt hem naar de keuken van het paleis. En hij zegt tegen de kok, luister, deze eend heeft iets onverteerbaars gegeten. Hij moet toch dood. Dus ja, helaas, maar maak dat beest open. Dus ja, de eend moet eraan geloven. Hij heeft een foutje gemaakt, wordt doodgemaakt. En wat vinden ze in de buik van die eend? Een gouden ring. Iedereen blij. De koning biedt zijn verontschuldigingen aan en zegt tegen de lakei: och, lieve man, het spijt me zo dat ik je verkeerd beschuldigd heb. Ik heb een verkeerd oordeel gehad. Maar om het goed te maken, mag jij een plek uitkiezen die je het meeste begeert. In het hof van mij. Oh ja, zegt de lakei, lieve koning, dank u wel. Maar ik begeer helemaal geen hoge plaats in het hof van u. Ik wil graag de wereld in. Want ik heb nu zo ongelooflijk hard gewerkt al die jaren. En ik heb zo vreselijk mijn best gedaan. En ik wil nu wel eens graag kijken wat er meer is. Dus met uw goedkeuren vraag ik een paard en een zak met eten. Dat is eigenlijk alles wat ik nodig heb. Oké, zegt de koning. Goed. Ga dan maar. Ik geef je verlof, ik geef je vrij. Jij mag de wereld inreizen. En zo gedaan. Dus de lakei springt op zijn paard en gaat op weg. En hij stapt stevig door en hij gaat door bergen en dalen en langs heuvels. En hij ziet schone lucht en hij ontmoet de regen en bewolking en sneeuw en regen. En zo gaat hij op reis en hij ziet natuurlijk ontzettend veel van de wereld. En plotseling ziet hij een spartelende vis aan een hengel die vastzit met een haak in zijn verhemelte. En die vis die schreeuwde eruit, help, ik word gevangen, die vreselijke mensen die mij maar vangen. Ik lijd pijn om al die mensen die maar lekker de vis te eten willen hebben. En omdat de lakei een goedhartig mens is, zegt hij, nou, ik kom jou wel bevrijden. Dus hij neemt de haak uit de bek van de vis en de vis gaat weg. En de vriendjes van de vis hebben bij hem gewaakt en op hem gewacht, hopend op een wonder. En het wonder geschiedde, want daar kwam die lakei op zijn paard. Dus die vissen zijn heel dankbaar en die zeggen, dank u. Wij zijn u iets schuldig en we zullen dat vergelden. Eén keer in het leven zullen wij dat u vergelden. En de lakei zwaait en bedankt ze, maar gaat verder op zijn pad. En het volgende moment hoort hij ergens onder zijn voeten op de aarde, hoort hij een klein pieps. Hé, wil je wel eens uitkijken? Jij, je staat op mijn onderdanen.
En de lakei kijkt naar beneden en wat ziet hij daar? De koning Mier. En de koning Mier is helemaal verontwaardigd. Die zegt van, hé, wat jullie altijd met je grote hoeven. Jullie kijken maar en je loopt maar plat en geen respect voor het leven. Bababababa. En zo gaat hij nog een tijdje door. En de lakei, die een goedhartig mens is, zegt tegen hem, het spijt mij vreselijk, ik bied mij verontschuldigingen aan, maar ik zal de weg naar links nemen om al die andere mieren het leven te besparen. En zo gedaan. En de mier is zo dankbaar en die zegt, dank u. Wij zullen het één keer in uw leven vergelden. Hartelijk dank dat u ons het leven spaart en dat u gevoelig en aardig bent om een andere weg te kiezen dan deze. Nou, en de ruiter voelt zich, ja, wel gemoed. Hij heeft dan het leven gered van een aantal mieren. Hij heeft de zon in zijn rug. En hij is blij. Hij heeft eten in zijn buidel. En hij heeft zijn vrijheid. En plotseling ziet hij een ravenmannetje en een ravenvrouwtje. Jullie weten wel, dat zijn die grote zwarte vogels. En die gooien daar hun kinderen uit het nest. En die zijn boos. En die, oh, donderen jullie. En nou is het genoeg geweest. En nou zorg je maar dat je voor jezelf kunt zorgen. Eruit! Maar die arme kleine vogeltjes die nog net maar net een beetje kunnen fladderen. En nog niet echt goed voor hun eigen eten kunnen zorgen. Worden daar op de grond gegooid. En schreeuwen het uit. Help, we kunnen nog niet eens vliegen. Nu moeten we al eigen eten zien te verzorgen. De lakei, die een goedhartig mens is, stapt van zijn paard af, gaat wat eten zoeken en voedert deze kleine jongen. En die zijn zo dankbaar voor het eten. En die zeggen, oh, als we groot zijn, eenmaal zullen we het u vergelden. Lieve lakei, eenmaal. Ja, dat is goed, zegt de lakei, want ja, hij is een goedhartig mens. Hij kan niet anders dan goed doen. En vervolgens gaat hij op pad en hij rijdt een dorp in. En het is een drukte van je welste. Er zijn heel ontzettend veel mensen. En hij denkt, nou, wat is hier aan de hand? Dus hij vraagt wat rond. Ja, de koningsdochter, de prinses van de koning, de dochter van de koning, die moet een man hebben. En iedereen die haar list kan beantwoorden, of die ze vraagt iets, of die dat kan doen, die mag haar nemen tot vrouw. En de lakei is natuurlijk heel nieuwsgierig geworden, want ja, dat gebeurt niet elke dag. Dus die gaat kijken en die ziet een oogverblindende vrouw. Een prachtige vrouw. Prachtige haren heeft ze. Schoon van huid. En ze ziet er goed uit. Dus smoor verliefd tot over zijn oren. Zij gaat naar die prinses. Hij zegt, lieve prinses, ik zou graag uw gemaal willen zijn. Geef mij de opdracht en ik zal zorgen dat die vervuld wordt. Nou, zei de prinses, dat zeg je nu wel, maar het is een hele moeilijke opdracht. Je moet namelijk in het meer een gouden ring gaan ophalen. En die is heel erg diep verborgen. En de meesten zijn al verdronken. En als je hem niet hebt als je boven komt, dan krijg je de dood. Maar de prins, de lakei, is zo verliefd en hij denkt dat hij al een prins gaat worden. Is zo verliefd op die prinses dat hij denkt, ik ga dat doen. Ik kan dat. Dus hij gaat naar dat meer waar die ring ligt verborgen. En alle mensen staan eromheen en alle mensen denken, oh, die redt hij nooit. Die gaat er onderdoor, die man die verdrinkt. En omdat ze het niet aan konden zien, omdat ze zien dat deze mens een goed mens is en ze konden het niet aanzien dat hij zichzelf zou verdrinken, ging iedereen weg en lieten hem alleen. En de prins ging zitten bij het meer en dacht, ja, hoe ga ik dit nou oplossen? En plotseling hoort hij een stem. Hallo, lakei, weet u nog dat u ons het leven heeft gered? U heeft mij toen van die haak afgehaald, weet u dat nog? Wij komen het vergelden. En de vis gooit een schelp op de kant en zwemt weg. Dag, zeggen zij, dag. Bedankt dat u ons het leven heeft gered. Dit is wat wij nu voor u kunnen doen. Dus de prins, de lakei die zichzelf al prins waant, is helemaal verwonderd, opent de schelp. En wat ziet hij?
een gouden ring. Hij pakt de ring, gaat ermee naar de prinses en zegt: kijk, prinses, ik heb deze gouden ring voor u van de bodem van het meer gehaald. En de prinses kijkt naar de ring en denkt: oh, want ze weet, deze man is geen prins. Hij is een man van het volk. Ja, en heeft geen status en heeft geen geld. Heeft misschien heel veel liefde, maar de prinses, die wil eigenlijk natuurlijk alles. Ze wil en een koningszoon en ze wil heel veel geld en ze wil liefde. Ze wil het allemaal. En ze denkt, ze kijkt naar deze lakei en denkt: ja, maar jij bent een man van het volk. Ik weet niet of dat wel genoeg is. Dus ze verzint een list. Ze zegt: danken, maar eigenlijk is er nog een opdracht. En als je die vervult, dan mag je mij tot vrouw nemen. En ze laat hem zien wat hij moet doen. Ze heeft namelijk op een groot grasveld duizenden, miljoenen gerstekorreltjes. Jullie weten wel, die kleine korreltjes waar je brood van kunt bakken en waar je lekker er maaltijden mee kunt maken. Die had ze allemaal uitgegooid op een groot veld. En gezegd: tegen zonsopgang, en het was net avond, moet jij al die miljoenen korreltjes terug in de zak hebben gedaan. Nou, dat was een opdracht. Dus de lakei is helemaal ontmoedigd, kunnen jullie je wel voorstellen. Die zit daar en die denkt: oh, dat lukt me nooit. Nou ja, zegt hij, denkt hij, dan moet ik het maar met mijn leven bekopen. Dus hij gaat op een bank zitten en hij is heel deemoedig en ook een beetje in de war en verdrietig. Want hij was zo verliefd op deze prinses. En terwijl hij zo aan het piekeren is eigenlijk, dommelt hij zo een beetje in slaap en wordt wakker bij het eerste zonnelicht. De eerste zonnestralen komen. En hij slaat zijn ogen open, hij kijkt om zich heen en... wat ziet hij daar? 3 zakken vol met al die gerstekorrels die eerst helemaal over het veld liggen, liggen daar nu in de zak. Hij denkt: hoe kan dat nou? En dan hoort hij een heel klein stemmetje: Hallo, lakei, ja, ik ben hier, je moet naar beneden kijken. Dus hij kijkt naar beneden. Hallo, ik ben het, koning Mier, weet u nog? U heeft mijn onderdanen het leven gered. En wij hebben wat teruggedaan, want we hebben gezegd: er komt een dag, dan zullen wij het u vergelden. Dank jullie wel, zei de lakei. Ongelooflijk. Dus met zijn zakken gaat hij naar de prinses. Hij had zijn ring, hij heeft nu de zakken. En hij denkt: nu krijg ik de vrouw van mijn dromen. Maar ja, het blijft een prinses. En prinsessen, lieve kinderen, zijn soms een beetje listig. Niet meer als ze koningin zijn, maar prinsessen hebben soms de neiging, die willen alles. En het is nooit goed genoeg. Dus de lakei komt naar haar toe en denkt: nou, nu is het. En nu gaat het dan gebeuren. Zegt ze tegen hem: fantastisch wat je voor me hebt gedaan, maar je moet nog 1 opdracht vervullen. En dat is: je moet een gouden appel naar mij toe brengen. Nou ja, denkt de lakei, nou, hij heeft nog nooit zelfs van een gouden appel gehoord. De appel van de boom des levens, nota bene. Hij denkt van ja, nou ja, de appel van de boom des levens had hij nog nooit van gehoord. En die opdracht, ze kon ook niet zeggen waar die moest zoeken. Maar goed, hij dacht: dit is de opdracht. Ik zal lopen tot mijn benen niet meer kunnen. Ik doe mijn best. Dus gaat hij op weg. 3 koninkrijken gaat hij doorheen. Hij ontmoet allerlei mensen. En niemand kan het hem vertellen. Niemand weet waar die boom, de appel van de boom des levens is. Moe, teleurgesteld,
Want hij heeft zo hard gewerkt. Zet hij zich onder een boom neer en hij valt in slaap. Bam. Snurkt een beetje. Hij is zo ontzettend moe, want hij heeft zo hard gewerkt. En plotseling, plop, kijkt hij in zijn hand. En wat valt daarin? Een gouden appel. En wat ziet hij daar om hem heen? Drie vogels die nu niet meer fladderen, maar hun wieken uitslaan. Grote uithalen en tegen hem zeggen. Daar zijn we dan. Ooit hadden we je beloofd dat we het je zouden vergelden. Dit is de appel van de boom des levens. En de lakei neemt de gouden appel voorzichtig in zijn handen en gaat terug naar de prinses. En de prinses, die al lang niet meer verwacht had, maar die wel haar woord had gegeven dat ze niet eerder zou trouwen, totdat hij bericht zou hebben gegeven dat hij de appel wel of niet had gevonden, heeft moeten wachten. En daar komt de man van het volk. Gebruind door de jaren heen en de zon, want hij heeft vele tegenslagen gehad, en brengt haar deze gouden appel. En vervolgens neemt zij de appel aan, ze snijdt hem in tweeën, en beide krijgen een stuk van de appel. En terwijl ze de appel eten, begrijpen ze dat dat liefde is. En met die liefde en met dat inzicht bereikte zij een hoge ouderdom. En dat was het verhaal van de witte slang. En dan heb ik nog een verhaal. En dat gaat over een knecht. Een knecht die heel lang voor een man heeft gewerkt, voor een koopman. En die koopman, die was slim en ook gierig. Dan ga ik eens even kijken waar dat verhaal is. Want al deze verhalen, lieve kinderen, komen uit het boek van Grimm. De gebroeders Grimm. En die konden prachtige verhalen vertellen. En schrijven natuurlijk ook. En dat deden ze vroeger voor de kinderen. Zo na het eten haalde men dan het boek tevoorschijn. En terwijl iedereen lekker een vol buikje had. En misschien een lekker toetje had gehad. Dan nam vader of moeder. Die namen dan het boek. Zo'n groot dik boek. En daar gingen ze dan een verhaal uit voorlezen. Niet elke dag. Maar toch zeker wel. Twee keer in de week. En dat deden ze dan om de gezelligheid van het gezin te bewaren. En dat deden ze ook voor een stukje ontspanning. Want ja, jullie weten het, ook onze vaders en moeders hebben het altijd vreselijk druk. Maar het zou goed zijn om elkaar af en toe eens een verhaal voor te lezen. Of een verhaal te bedenken van de dag. Zodat je elkaar weer een klein beetje ontmoet. Moeten jullie maar eens vragen. En misschien zijn vaders en moeders zien dit ook wel. En denk ik, vaders en moeders, dat het heel aardig zou zijn voor de kinderen om gewoon eens een verhaal te verzinnen of een sprookje te verzinnen. Of nou ja, wat je maar wilt verzinnen of te fantaseren. En dat aan je kinderen te vertellen. En de kinderen aan jullie te vertellen. Dan kunnen we elkaar weer een beetje beter leren kennen. Ik denk dat het helemaal geen slecht idee is. Goed. Ik ben wel geen juffrouw. Af en toe lijk ik wel een beetje een juffrouw, dat weet ik. We gaan nu vertellen het verhaal van de koopman in de Dorrenhaag. Nou, kinderen, daar gaan we. Een rijk man had eens een knecht die hem ijverig en eerlijk diende. Hij stond 's morgens het vroegst van alle op en ging 's avonds het laatst naar bed. Dus met andere woorden, een harde werker. Hij was altijd de eerste om de handen uit de mouwen te steken. En als er eens een vervelend karweitje was, waar niemand zin in had, deed hij het ook. En bovendien, hij klaagde nooit over iets, maar was met alles tevreden en hij was ook altijd vrolijk.
Toen zijn dienstjaar voorbij was, betaalde zijn baas hem zijn loon niet uit. Want hij dacht bij zichzelf, de baas, dat is het verstandigste. Ik spaar dat geld uit, hij gaat niet weg. En hij blijft fijn bij me in dienst. Zoals een hele slimme koopman. De knecht zei er geen woord van en deed het tweede jaar zijn werk net zo goed als het eerste. Ook toen na afloop van dat tweede jaar hij weer geen cent loon kreeg, maakte hij geen aanmerking en bleef in dienst. En zo verstreek het derde jaar. En nu dacht de baas een ogenblik na, stak zijn hand in zijn zak, maar haalde er niets uit. Toen kon de knecht zich niet meer inhouden. Hij zei, baas, luister nou eens eventjes. 3 jaar lang heb ik eerlijk gewerkt. Ik heb u gediend. Wees nou zo goed me te geven wat me naar recht en billijkheid toekomt. Ik zou nu graag willen vertrekken om wat verder in de wereld rond te kijken. Ah ja, beste jongen, zei de baas, de gierigaard. Je hebt me trouw gediend en daarvoor zul je ook rijkelijk beloond worden. Toen stak hij weer zijn hand in zijn zak en hij legde 3 stuivers voor de knecht neer. Terwijl hij zei, hier heb jij voor elk jaar dat je me hebt gediend een stuiver. Zo'n groot loon zou je bij niemand kunnen verdienen. Nou, de goede knecht, die weinig verstand had van geld, streek zijn kapitaal op en dacht, nu heb ik volop geld in mijn zak. Waarom zou ik me nu nog zorgen maken en hard werken? Toen nam hij afscheid en trok de wereld door, berg op, berg af. En hij zong en sprong net zoveel als zijn hartje begeerde. Maar toen hij op een keer langs een bosje liep, kwam daar een klein mannetje uit tevoorschijn dat hem toeriep. En waar gaat dat naartoe, vrolijke Frans? Je lijkt niet zoveel zorg te maken in je leven. Ja, waarom zou ik ook, antwoordde de knecht. Ik heb alles in overvloed. Het loon van 3 dienstjaren rinkelt in mijn zak. Hoe groot is je schat dan wel? Vroeg het mannetje. Hoe groot? Wel 3 stuivers bij elkaar. Zeg, hoor eens, zei de dwerg. Ik ben een arme, behoeftige drommel. Geef mij je 3 stuivers. Ik kan geen werk meer doen, maar jij bent nog jong en je kunt gemakkelijk je brood verdienen. De knecht gaf hem zijn 3 stuivers en zei, nou ja, oké, vooruit dan maar. Ik zal toch geen gebrek hebben. En toen zei het mannetje, nu, ik zie dat je zo'n goed hart hebt. Mag je 3 wensen doen. Voor elke stuiver 1. Die ik in vervulling zal doen gaan. Aha, antwoordde de knecht. Jij bent zeker een tovenaar. Wel, nu je het me toch vraagt, weet ik wel wat ik wil hebben. Ten eerste een blaaspijp, waarmee ik alle vogels kan raken waarop ik mik. Ten tweede een viool, waarmee ik iedereen die me erop hoort spelen, kan dwingen te dansen. En ten derde, dat datgene aan wie ik een verzoek doe, me dit moet toestaan. Dat zul je allemaal hebben, zei het mannetje. Hij greep in de struiken en daar lagen de viool en de blaaspijp al klaar, alsof ze waren besteld. Hij gaf ze aan de knecht en zei, wat je ook zult vragen, geen mens ter wereld zal het je weigeren. Mijn hartje, wat wil je nog meer, zei de knecht. En hij trok verder. Spoedig daarna kwam hij een sluwe koopman tegen, die net zo'n baard had als een geit. Hij stond naar een vogel te luisteren die in de top van een boom zat te zingen. Ach, wat een wonder dat zo'n klein diertje toch zo'n reusachtige stem heeft, zei de koopman. Was er maar iemand om hem zout op de staart te strooien. En jullie weten, kinderen, als je zout strooit op de staart van een vogel, kan die niet meer vliegen. Nou ja, als het niet anders kan, zei de knecht, dat vogeltje zul je gauw naar beneden zien komen. Hij mikte en trof de vogel die in de doornhaag viel. Nou, spitsboef, zei hij tegen de koopman, haal de vogel er nu maar meteen uit. Meteen ging de koopman op de grond liggen en begon zich door het bosje heen te werken. En toen hij bijna midden in de doornen zat, greep de goede knecht een ondeugende inval, nam zijn viool en begon erop te spelen. Onmiddellijk stond de koopman op en begon te springen. Hoe langer de knecht speelde, hoe fraaier de koopman danste. Maar de doornen scheurden zijn schamele jas, gingen als een kam door zijn geitenbaard en schramden hem over zijn hele lichaam.
Lieve help, riep de koopman. Waarom dat gefiedel? Hou op, man, ik wil niet dansen. Maar de knecht hield niet op en dacht, jij hebt de mensen al genoeg beet gehad. Nu zullen we het jou niet minder doen. Toen begon hij een ander deuntje te spelen, zodat de koopman steeds hogere sprongen maakte en de flarden van zijn jas aan de stekels bleven hangen. O wee, riep de man, ik geef je een hele zak met goud als je maar ophoudt met spelen. Als jij zo goedgeefs bent, antwoordde de knecht, wil ik wel ophouden met spelen. En daarop nam hij de zak met goud en ging zijns weegs. De koopman bleef staan, keek hem na, maar zei niets. Toen de knecht een heel eind uit de buurt was en tenslotte uit het gezicht verdween, schreeuwde hij zo hard als hij kon. Jij gemene muzikant, jij kale fiedelaar, pas op als ik je nog eens alleen snap. Dan zal ik je nazitten tot je de zolen van je schoenen verliest. Jij schooier, steek een stuiver in je mond, dan ben je 5 cent waard. En zo schreeuwde hij hem alle scheldwoorden na die hij maar kon bedenken. En nadat hij tot bedaren was gekomen, sloeg hij de weg in naar de stad en liep naar de rechter. Meneer de rechter, o wee, kijk toch eens hoe ik openbare weg door een verdorven mens ben beroofd en toegetakeld. Een steen op de grond zou meelijden met me hebben, mijn kleren aan flarden, mijn lijf vol prikken en schrammen. Hij was zo woedend. Alles wat ik bezat, heeft hij me afgenomen en mijn beurs die vol zat met dukaten, het ene stuk nog mooier dan het andere erbij. Alsjeblieft, laat u rover in de gevangenis gooien. De koopman was des duivels. En de rechter vroeg, was het soms een soldaat die je met zijn sabel zo heeft mishandeld, vroeg de rechter. O nee, zei de koopman, hij had geen degen bij zich, maar had een blaaspijp op zijn rug en een viool om zijn hals. Ze zullen die booswicht gemakkelijk herkennen. De rechter stuurde zijn dienders erop uit om de goede knecht te zoeken. Ze vonden hem spoedig, want hij was heel op zijn gemak verder gegaan. Ook de zak met goud vonden ze in zijn bezit. En toen hij terecht stond, zei hij tegen de rechter, ik heb die koopman met geen vinger aangeraakt. Ik heb hem ook zijn geld niet afgenomen. Hij heeft me vrijwillig aangeboden als ik maar ophield met viool spelen, want daar kon hij niet tegen. Oh, lieve help, schreeuwde de koopman. Die kerel heeft de leugens voor het grijpen als vliegen op de muur. De rechter geloofde de knecht ook niet en zei, dat is een zeer slechte verdediging, dat doet immers niemand. En de goede knecht werd veroordeeld om te worden opgehangen. Heel rustig klom hij met de beul de ladder op, keerde zich op de bovenste sport om en vroeg de rechter hem nog 1 verzoek in te willigen voor hij ging sterven. Nou best, zei de rechter, als je maar niet om je leven vraagt. Volstrekt niet, antwoordde de veroordeelde. Het enige wat ik u verzoek, is mij nog eens voor het laatst op mijn viool te laten spelen. De koopman begon vreselijk te blaren en gilde, oh nee, alsjeblieft, hele lachbaar, verbied hem dat, verbied hem dat. Maar de rechter zei, nou ja, waarom zou ik hem dat pleziertje ook niet gunnen? Laat hem zijn gang maar gaan en daarmee zal het ook uit zijn. Hij kon trouwens het verzoek niet weigeren door de gave die het mannetje de knecht had gegeven. Dat weten jullie nog. Niemand kon een verzoek aan hem weigeren. En de koopman schreeuwde nu, o wee, bind me vast alsjeblieft, bind me ergens aan vast. Hij was helemaal over zijn toeren. En de goede knecht nam de viool van de hals. En bij de eerste de beste streek begonnen allen te trippelen en te wankelen. De rechter, de griffiers en de gerechtsdienaars. De man die de koopman zou vastbinden liet het touw vallen. Bij de tweede streek hieven ze allemaal het been omhoog. En de beul liet de goede knecht los en stond klaar om te gaan dansen. Bij de derde streek sprongen ze allemaal in de hoogte en begonnen te dansen. De rechter en de koopman die de grootste sprongen maakten voorop. Het duurde niet lang of alle mensen die uit nieuwsgierigheid naar de markt waren gestroomd, dansten mee in het rond. En hoe langer de knecht speelde, des te hoger sprongen ze. Ze bonsten met hun hoofd tegen elkaar en begonnen vreselijk te schreeuwen van de pijn. En tenslotte riep de rechter, die helemaal buiten adem was, Oh, ik zal je leven sparen als je maar ophoudt met spelen. De goede knecht liet zich vermurmen.
Hij nam de viool van zijn schouder, hing ze weer om zijn hals en klom van de ladder naar beneden. Hij liep onmiddellijk naar de koopman die op de grond naar adem lag te snakken en zei tegen hem: Spitsboef, kom er nu gauw voor uit waar je je geld vandaan hebt. Anders neem ik mijn viool weer en begin weer van vooraf aan. Gestolen heb ik het, zei de koopman. Gestolen, maar jij bent eerlijk aan je geld gekomen. En toen de rechter dat hoorde, liet hij de koopman naar de galg brengen en hem als een dief ophangen. En zo komt het boontje om zijn loontje. Lieve kinderen, wil je me nog eens e-mailen? En heb je nog eens een leuk plannetje? Dan kun je dat doen op mijn e-mailadres. En dat e-mailadres is orka, O-R-K-A. En dan heb je zo'n mooi apenstaartje, weten jullie wel? dds.nl